Is dit de beste portable light die er is? Dan lieve mensen, leuk dat jullie kijken. Ik heb hier vandaag één portable light. Eigenlijk een setje van twee, maar ik heb er nu één in mijn hand. Dit is de Loom Cube. De Loom Cube van het merk Loom Cube. Het komt voort uit een Kickstarter. De Loom Cube is een kubusje met daarin een LED-light die je op allerlei verschillende standen. En hij heeft Bluetooth, je kan hem met een app verbinden. Het is een heel uitgebreid mooi lampje. Ik heb de dual pack besteld. Dat betekent dat je twee lampjes krijgt, zodat ik een tweepuntsbelichting eventueel kan maken. Als we kijken naar de buitenkant is het natuurlijk een kubus. De kubus heeft twee knoppen. Eentje daarvan is hem aan uit te zetten en zeg maar flits. En de andere is om hem aan te zetten met 10 verschillende standen. 1, 2, 3. Er zit zelfs een papiertje bij in de doos dat dit geen speelgoed is, maar dat het echt schadelijk kan zijn. Op de achterkant hebben we een dopje zitten. Die kan je met een muntje of met een schroefdraai openmaken. En daaronder zit een micro-USB-poort. En dit is om die op te laden. Er zit namelijk gewoon een accu in. Je kan het lampje opladen. Aan de andere kant hebben we nog gewoon een normaal schroefdraadgaatje om hem dus op elk mogelijk statief te monteren. Maar als ik één ding kan zeggen over dit uiterlijk is niet dat hij er zo leuk uitziet. Het is namelijk een lampje, maar dit ding is zo verschrikkelijk stevig. Hij is niet heel zwaar, maar hij is echt gebouwd als een tank. Dat hij ook zo stevig is, is waarschijnlijk omdat hij gepromoot wordt als een lampje voor actioncamera's. Maar hij is nog voor veel meer te gebruiken als dat. Alleen zit er wel één hele mooie functie aan wat hem heel tof maakt voor actioncamera's. En dat is namelijk dat hij waterdicht is. Dat je dan bijvoorbeeld kan gaan scuba diven. Dat je dan echt helemaal diep in de grotten kan en met super toffe belichting toch alles filmen met je GoPro. Ik noem natuurlijk nu maar gewoon iets, maar hij is waterdicht. Dat is gewoon heel fijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik hem binnenkreeg dacht ik van, hij is heel stevig, tof. Kwam vrij fel, maar wat dit is, het blijft een kubusje, een lampje van een kubus. En als dat nog steeds het geval was, had ik niet nu al zo positief erover gepraat. Want er zitten hele toffe functies op. Eerst even alle standaard dingen. Hij heeft 10 standen, waarvan de hoogste stand 1500 lumen is. Zo fel dat ik eigenlijk niemand kan aanraden om dit in iemands oog te schijnen. Sterker nog, als je hem op deze snelheid een tijdje aan laat staan, dan, je voelt het nu al, dan wordt hij gewoon heel erg heet zelfs. Waar je dit wel bijvoorbeeld weer voor kan gebruiken, is om in de natuur iets te belichten. Maar het wordt pas echt leuk als je de Loom Cube app downloadt en als je de lights verbindt met je telefoon. Om te beginnen, als je er meerdere lichten hebt, dan zinkt die alle lichten. Ze staan allemaal gelijk, je hoeft dus niks meer handmatig te doen. Je kan alles tegelijk doen. Verder heb je hier ook, zoals je ziet, een camera app. En hiermee kan je je Loom Cube dan ook gebruiken als flitser. En als je de videostand gebruikt, ja, dan blijft hij natuurlijk volledig aanstaan. Verder kan je hier heel makkelijk met een slider de brightness aanpassen. Je hebt een knop autosync waarin dus alles synct. Maar ook kan je hier de battery level checken. Dus ben je daar niet helemaal zeker over, kan je dat in je app checken. Plus, je kan er ook gewoon een powerbank aan leggen als je hem wil gebruiken, maar tegelijkertijd ook wil opladen of hij bijna leeg is of dat soort dingen. Kan je allemaal checken in de app. Er is ook nog een scherm waar je tot 5 Loom Cubes kan toevoegen. Nou, ik heb er 2, dus ik heb er ook daadwerkelijk 2 toegevoegd. Naast de brightness kan je hier ook een duration aangeven. Dus hoe lang die bij welke shutter aanstaat. Daarnaast is er ook een opto-trigger en dat is hetgene wat je nu bijvoorbeeld ziet. Er zit namelijk een klein sensortje voorop. Maar waar dit eigenlijk voor bedoeld is, is als jij met gewoon een normale DSLR-camera een foto maakt en daar de flitser gebruikt, dat deze automatisch met je mee flitst. Dus eigenlijk heb je gewoon ook een draadloze flitser. En omdat die zo fel is, kan die ook echt als flitser gebruikt worden. En zo kan je bij duration bijvoorbeeld instellen dat die flits 1/8000ste is. Al met al best wel leuke functies, al zeg ik het zelf. En dat maakt eigenlijk van alleen een simpel lampje ook nog veel meer. Onder andere een flitser. Dit is wel een hele goede optie voor portable light, om het zo maar even te zeggen. Voor actiesport, voor een camera rig die je niet al te zwaar wil hebben met een grote light panel erop, is dit echt super handig. Natuurlijk zijn er ook een aantal minpunten. Zo is het licht vrij blauw. Het is zeg maar zo'n hoge Kelvin dat het vrij blauw wordt.
Ik vind wit licht echt super mooi, is echt mijn ding. Maar als ik bijvoorbeeld een bruiloft aan het filmen ben, dan wil ik niet dat felle, koele, dode, witte licht of zelfs een beetje blauw op iemand gezicht hebben schijnen. Maar daar zijn oplossingen voor. Zo ook eigenlijk een beetje voor mijn tweede probleem. Dat is namelijk dat het echt heel erg hard licht is. Je krijgt dus hele diepe schaduwen, hele zware schaduwen. Vind ik persoonlijk niet mooi. Ik heb ook niet voor niets softboxen en niet gewoon een bouwlamp op mijn gezicht staan. Maar hij is echt heel erg breed en dat maakt het wel weer mooi. Maar wat Loomcube ook heeft en waar ik heel erg vrolijk van word, is deze lighthouse. Het is een behuizing van aluminium ook weer. Ook echt weer heel stevig spul. En wat er dan gebeurt is dat je voorop 4 magneetjes hebt zitten. En daardoor kan je allerlei dingetjes voorop klikken. Bijvoorbeeld een diffuser. En zo heb je al veel softer licht. En hiermee kan je dan ook filters eroverheen plakken die het licht bijvoorbeeld meer oranje maken. Dus dat zijn problemen die op te lossen zijn. Anders is de batterijduur ongeveer 1,5 à 2 uur. Dus die zie ik misschien in de toekomst in de nieuwere versies nog wel verbeteren. Maar voor de rest ben ik eigenlijk heel erg tevreden. Ik verwijs jullie ook graag door naar de Instagram van Loomcube. En bekijk dan ook gelijk even mijn Instagram voor echt hele toffe voorbeelden van hoe je bepaalde dingen kan uitlichten met een Loomcube. Doei!